Ontwikkelingen op het Sabaku-project zijn niet bevroren. Burgers zijn bezig met bouwwerkzaamheden en het opzetten van huizen op het project. Minister Dinota Forswijk van Grondbeleid en Bosbeheer zei vandaag, voor aanvang van de Raad van Ministersvergadering, dat mensen die beheersdaden op het Sabaku-project uitvoeren niet onrechtmatig bezig zijn. Ja, de mensen hebben brieven gekregen van de president, maar in die brieven staat niet aangegeven dat je niet mag bouwen. Er staat aangegeven dat je bepaalde rechtshandelingen niet mag plegen. Dus bijvoorbeeld de bank zou je geen geld mogen lenen. De notaris, je zou het niet kunnen zetten als onderpand. Maar in die brief staat niet buiten dat je niet mag bouwen. En als de mensen onderdak nodig hebben en je hebt een perceel gekregen, waarom zou je niet mogen bouwen? Forswijk heeft ook een oplossing voor het veel voorkomend fenomeen dat percelen dubbel uitgegeven worden. Het ministerie wil zoveel mogelijk werken aan het terugdringen van deze dubbele gronduitgiftes. Ze merkt wel op dat het probleem niet nu bestaat. We hebben deze problemen komen vaak voor. Wat wij toen hebben gedaan met Emiglis, want de perceel-ID's moeten komen vanuit Emiglis. We hebben dan een schrijver gericht naar Emiglis. Zeg van als er een landmeter is die een indien heeft gedaan en er was al eentje daar, dan moeten ze mij dan contacten voordat ze dan een perceel-ID dan uitgeven. Zodat ik een besluit ga nemen wie zo'n perceel-ID moet krijgen. Want dat werk is veel, dus waardoor je dan niet alle kaarten uit het hoofd kent als minister. Dus het kan wel voorkomen dat je soms een perceel dan twee keer hebt getekend voor twee verschillende mensen. Dus momenteel met Emiglis, als ze dan zo een dubbele uitgifte constateren, wordt het ministerie direct gecontact. Forswijk zegt verder dat de belanghebbenden die met dubbele uitgifte geconfronteerd raken, nu ook beschermd worden. Het ministerie laat geen stukken van een belanghebbenden achter bij dependances. Omwille van de transparantie is ze er voorstander van dat alle namen op sociale media worden gepubliceerd, zodat de mensen hun stukken op het departement kunnen afhalen.